De dag eindigde zoals iedereen verwachtte. Een sprinter die het snelste was in Sint-Willebrord. De Duitser André Greipel won een chaotische finish. Daarover straks meer. Eerst een aantal uur en een aantal kilometer terug naar de start in Oosterhout, waar de sfeer gemoedelijk is. Kan Bram Tanking vandaag winnen? Zeker niet. Oké, dat is heel mooi. Bram Tanking, hier ben jij. Het is druk. Zo vaak is er geen wielerronde in de buurt. De mensen zijn nieuwsgierig. Ik wil er even een glimp van. Ja, dat is altijd erg mooi natuurlijk. De circus op zich, hè. Hier komt de winnaar van de kleine ronde van Frankrijk, zullen we maar zeggen. Dan volgen 192 kilometer door Brabant met de eindstreep in een echt wielerdorp. Dus is het druk in Sint-Willebrord. Even houdt iedereen de adem in bij een valpartij die de finale ontregelt. Maar zo'n sensatie in het dorp, ja, altijd spannend. De mannen wachtmaals komen niet zo vandaan. Ja, uiteraard bekend in de wielerwereld. Juist, de mannenwachtmans. Hier staat Rini, de bekendste oud-coureur van het wielergekke dorp. Willebrood heeft veel verstand van wielersport, omdat ze vanaf de jaren 30 met Marinus Valentijn, Wim van Es, Woutje Wachtmans, Jack Anegraaf, Rini Wachtmans en veel amateurs en nu jonge kampioenen altijd op de kaart gestaan heeft als wielerdorp bij uitstek. Daarna ging het snel. Greipel sprintte naar de overwinning, de Amerikaan Finney behield de leiderstrijd en het circus trok verder naar het zuiden. Morgen staat de Eneco Tour in het Vlaamse Aalter.